staan hier vanavond bij Sporthal Oosterheide in Oosterhout. Daar vindt een informatiebijeenkomst plaats over het oogspanningstraject 380 kV. De avond wordt mede georganiseerd door Tennet en het ministerie van Economische Zaken. Kan jij me vertellen wat je hier komt doen vanavond? Nou, protesteren voor tegen Tennet en voor tegen de hoogspanningsmasten die er komen. Informatie halen. Wat mij met name verontrust is het feit dat er onderzoeken aanwijzen dat het vreselijk ongezond is. 35% meer kans op leukemie bij kinderen. En het is niet leuk, want er zijn 3 scholen die zitten heel dicht bij die hoogspanningsmasten. En wij zitten allemaal ook op die scholen. En dat vinden wij echt niet leuk, want dan, tijdens het werk hoor je dan de hele tijd dat gezoem. Wij zijn volstrekt tegen de wijziging van het tracé zoals ons eind augustus is meegedeeld. Want 4 jaar geleden hebben wij ons achter het noordelijk tracé geschaard. Om redenen, omdat dat het meest milieuvriendelijke alternatief was. En ons toen verteld was dat dat de minst gevoelige objecten had. Nu zijn ze van het tracé veranderd. En ja, wat dit betekent voor Oosterhout, dat is ongekend. En ook de redenen die men geeft om van het tracé te veranderen, daar heeft men ons nog lang niet van overtuigd. Ja, ik vind het echt helemaal niet leuk. Kijk, als ik nu elke morgen opsta, kijk uit het raam en zie ik prachtige bomen. En ik heb geen zin als ik over een paar jaar opsta dat ik dan tegen een hoogspanningsmast zit aan te kijken. We hebben behoorlijk goed dossier inmiddels. Contact met de gemeentelijke politiek, provinciale politiek, landelijke politiek en ook met een aantal verenigingen in andere steden die dit gestopt hebben in het verleden. En wij hebben inmiddels dermate veel informatie nou, dat we denken dat we dit ook echt gaan winnen. Er is iemand die heeft daar suizingen van gekregen in de oren, spanning, ja, letterlijke spanningen opgelopen, die is wel verhuisd. Maar dat is wel gekomen allemaal nadat dat is gebeurd. Er komt net naar buiten dat het zuidelijke tracé waar we het hier over hebben 200 miljoen euro goedkoper is dan het oorspronkelijke plan. Dus het is puur een centenkwestie die hier speelt. En wij denken dat de maatschappelijke onrust die hier nu al is daardoor enorm zal gaan toenemen. En als het alleen maar is het economisch gewin, dan vraag ik me af wat de prijs van een kind is. Jullie kunnen de pot op. Jullie plan is weg. Ruim de plan van jullie uit de weg en kap er lekker mee. Wilt u nog iets zeggen of duidelijk maken naar misschien Tennet of naar het ministerie? Ik heb een mooi huis te koop.